Nederland leeft met zijn water, in goede en in slechte tijden. Overstromingen zijn een onderdeel van onze geschiedenis. De watersnoodramp van 1953 is daarvan het bekendste voorbeeld. Deze nationale ramp kostte 1835 slachtoffers. Maar ook in 1960, 1993 en 1995 kwamen grote delen van Nederland onder water te staan. Voor deze eeuw berekent het KNMI een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter. Daarnaast zijn er nog meer redenen om aan te nemen dat de kans op overstromingen de komende jaren zal blijven bestaan of zelfs nog zal toenemen. Zo hebben we te maken met bodemdaling in het noorden en westen tegen een bodemstijging in het zuiden en het oosten. Er wordt meer neerslag verwacht. Er zal een grotere waterafvoer via de rivieren zijn. En de hogere temperaturen zorgen voor meer droogte. Nederland moet zich tegen het water beschermen. Dat doet zij door de overstromingsrisico's te verkleinen, steviger te bouwen en tenslotte door zich goed voor te bereiden op een overstroming, zodat er minder slachtoffers vallen. Om het aantal slachtoffers door overstromingen in de toekomst te verminderen, is er na de watersnoodramp van 1953 een nationale rampenvloot opgericht die uit reddingsbrigades bestaat. Bij overstromingen zoals die van 1993 en 1995 is deze nationale rampenvloot ingezet, waarbij gebruik werd gemaakt van boten met veelal een platte onderkant en weinig diepgang. Het ondergelopen gebied is ondiep en de bodem is grillig, door hekken, sloten en andere gaten en obstakels. Er zijn geen gebaande paden. Het water is stilstaand of kan sterk stromen. De omgeving is altijd nat en vaak met slecht weer. Daarnaast zijn er langdurig veel hulpverleners nodig. Een goede reddingseenheid heeft dus vaardigheden, materieel en voorbereiding nodig. In 2010 is er een nieuwe wet ingesteld waardoor de verantwoordelijkheid voor deze crisisrespons bij de veiligheidsregio's gelegd is. Op 1 januari 2018 hebben deze veiligheidsregio's een landelijke crisisorganisatie opgericht onder de naam Nationale Reddingsvloot. De 22 veiligheidsregio's waar overstroming tot de mogelijkheden behoort, heeft de NRV de volgende taken gegeven. Verkennen van ondergelopen gebied, redding van mens en dier, evacuatie van het gebied en logistieke ondersteuning. Sinds 2018 maakt de NRV ook deel uit van GBOSO, grootschalig brandweeroptreden, specialistisch optreden van Brandweer Nederland. Dit maakt de NRV tot een unieke organisatie waar brandweer- en reddingsbrigade-eenheden samen optreden bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland. Ze is de enige crisisorganisatie die specifiek ingericht is op dit type crisis, op dit specialisme. In 2020 bestaat de NRV uit 5 pelotons van in totaal 90 eenheden. Alle 22 betrokken veiligheidsregio's leveren een reddingsgroep, bestaande uit tenminste 4 eenheden. 1 NRV-eenheid bestaat in de basis uit een boot met een schipper, 2 opstappers en een chauffeur. Voor 10 van deze veiligheidsregio's geldt dat zij lokale reddingsbrigades hebben gevraagd om voor hen de vaartuigen en bemanning te leveren. 6 veiligheidsregio's laten hun reddingsgroep bestaan uit eenheden van de brandweer. Daarnaast hebben 6 regio's ervoor gekozen de reddingsgroep te laten bestaan uit een samenstelling van reddingsbrigade en brandweer. Dit betekent dat er 52 oranje, reddingsbrigade en 38 rode brandweereenheden zijn. Deze 90 eenheden zijn verdeeld over 5 pelotons, zoals in dit plaatje van Nederland te zien is. De veiligheidsregio's die kozen voor de uitvoering door lokale reddingsbrigades sloten hiervoor overeenkomsten af met Reddingsbrigade Nederland. De landelijke voorziening reddingsvloot LVR, verzorgd door Reddingsbrigade Nederland, coördineert en ondersteunt de activiteiten van de NRV. Hoewel brandweer en reddingsbrigade binnen een regio niet altijd samen op hoeven te treden,
zal er landelijk gezien wel altijd samengewerkt worden op de diverse niveaus, zoals op manschapniveau. Ook de leider, reddingsgroep of officier van dienst kan uit beide organisaties komen. Samen oefenen is daarom erg belangrijk. Uit eerdere oefeningen is gebleken dat er snel een goede samenwerking gevonden wordt en samenwerking en inzet snel op gang komt. De NRV-inzet zal er in de praktijk als volgt uitzien. Veiligheidsregio's kunnen via het LOCC, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum, de NRV inzetten. Het LOCC neemt contact op met de LVR, die de inzet van de NRV in gang zet. Bij hoogwater met dreiging tot overstroming krijgen NRV-eenheden een vooralarm. De gealarmeerde korpsen en brigades met een NRV-eenheid zorgen dat er binnen een uur een eenheid klaarstaat om te vertrekken. Dit betekent dat het materieel bij elkaar gezocht wordt en dat het team zich klaarmaakt voor een inzet van meerdere dagen. Ze moeten daarbij voorbereid zijn om in de eerste periode zelfvoorzienend te zijn. Dit vooralarm geldt voor 24 uur, maar kan ook verlengd worden. Na daadwerkelijke alarmering gaat de eenheid, bij voorkeur in reddingsgroep verband, dus samen met de andere eenheden uit de eigen regio, onderweg naar de aangewezen verzamelplaats. Dit kan in heel Nederland zijn. Aangekomen op de verzamelplaats meldt de reddingsgroep zich bij de OVD. Deze OVD kan meerdere reddingsgroepen aansturen. En dan kan het feitelijke werk beginnen. Mensen redden uit een benarde situatie en transport over water van mens, dier en materiaal. De NRV is dé crisisorganisatie die bij grote watercalamiteiten en overstromingen zorgt voor stabilisering van de samenleving. De vier kerntaken van de NRV bestaan uit verkennen, redden, evacueren en logistieke ondersteuning. Met een goede samenwerking kunnen wij elke watercrisis aan.